In 2016 werkten we hard om onze ambities te realiseren. Vooruitstrevend onderwijs en onderzoek voor de dynamische regio Utrecht. In deze film kijken we naar een impressie van het afgelopen jaar. We willen in 2017 al ons Utrechts onderwijs en onderzoek samenbrengen op het Utrecht Science Park. Daarvoor werden in 2016 diverse bestaande gebouwen gerenoveerd. Ook openen we het CareTech Lab, waar bezoekers zorginnovaties en nieuwe technologieën kunnen bekijken en ervaren. En het Bewegingslab, waar onderzocht wordt hoe mensen met een ziekte of aandoening bewegen. Maar vooral hoe dat de kwaliteit van leven beïnvloedt. Om goed en efficiënt te blijven informeren, centraliseerden we het studenteninformatiepunt, STIP. Adviseer ik om je daar toch voor in te schrijven, want dan kunt er doorheen. De database AskHU ging live. Hiermee is het makkelijker om up-to-date HU-informatie te vinden. Voor studenten en voor medewerkers. Tijdens de opening van het nieuwe collegejaar stond de stad van morgen centraal. Op het festival lieten we medewerkers kennis maken met het nieuwe profiel van de HU. We gingen een structurele samenwerking aan met de gemeente Utrecht op belangrijke maatschappelijke thema's voor de stad. Maatschappelijke problemen werden aangepakt. Bijvoorbeeld met het omscholingsproject Make IT Work. Het HU-rapport Gevangen in Schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering leidde tot een aangenomen motie in de Tweede Kamer. We maakten ons sterk voor vluchtelingenkinderen en studenten door samenwerking in scholing en het voorbereiden van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Daarvoor werd onder andere de pre-bachelor ICT uitgebreid naar andere vakgebieden. 2016 was ook het jaar waarin we van start gingen met de Green Office. Hier laten we mensen participeren in duurzame initiatieven. Duurzaamheid staat bij de HU hoog op de lijst. Voor de vierde keer op rij ontvingen we de Gouden Sustainable van Studentennetwerk morgen. Maar liefst 3 projecten van HU-studenten kregen een take-off-subsidie HBO. De Reis van 5, een spel om kinderen met kanker beter te laten eten. MoveMat, een mat om zieke kinderen in bed meer te laten bewegen. En Selfficient, een duurzaam huis van houten panelen die mensen zelf in elkaar kunnen schuiven. 2016 was een dynamisch jaar. We werkten vol elan aan onze toekomst. Ook in 2017 gaan we enthousiast door met innovatief onderwijs, onderzoek en het vernieuwen van onze organisatie. Doe je mee?